Goedenavond, het is 7:02 op vrijdag 13 oktober. Een uitzending in het teken van de regenboogweek. En wat leuk dat je kijkt naar 1 op vrijdag. Zometeen praten we met Fenna van Raalt en Aaron Molema. Zij zijn van het Queer Café in Stadskanaal. Aan tafel zit Luca Koops. Met hem gaan we het hebben over in transitie gaan en hoe dat dan uiteindelijk het verhaal is geweest. Maar we beginnen straks met Mirjam Kupers. Fijn dat je er bent. Jij bent van de LHBTIQ plus Veenkolonie. Westerwolde. Ja, dat hoort er bij elkaar. Ja, absoluut. En met jou gaan we het hebben over acceptatie in de Veenkolonie. Want daar heb jij nog wel een mening over. Iedereen heeft daar een mening over. Ja, en daar gaan we het met jou zo meteen over hebben. Maar we beginnen met Gert-Jan. Want Gert-Jan, jij hebt ook iets uitgekozen. Ja, van de deze week. Wat jou is opgevallen. Ja, ga even terug naar gisteravond. Gisteravond was de uitreiking van de Gouden Televisiering 2023. Wat mij opviel aan deze uitzending is dat er dus geen uitreiking meer is voor beste acteur en beste actrice. Maar dat dat één categorie is geworden. Dat is op zich wel heel mooi. Op deze avond worden door speciale gasten natuurlijk een award uitgereikt. En een van deze gasten was Miss Nederland 2023. En dat is niemand minder dan Ricky Collet. En zij is de eerste transgender vrouw die de titel van Miss Nederland heeft gewonnen. Maar ze is niet de eerste. Want transgender kandidaat. Want in de eerste week van oktober won Marina Machete de titel ook al in Portugal. Ja. Maar het was ook niet de eerste, want het is in 2018 al een keer gebeurd in Spanje. Daar was dus de eerste transgender kandidaat die dus een misverkiezing won. Dus het is ook wel mooi om dus te ervaren dat ook in deze contest deze verschuiving ook plaatsvindt. Ja, mooi. Het blijft gaan. Hè? Kim Hulshoff was vorige week dan bij ons over de misverkiezing aan het praten. Maar dat overal gaat die transitie verder. Ga ik naar jou toe, Mirjam. Oh, is dat opvallend? Is het bijzonder dat dit gebeurt? Het zou het niet moeten zijn, maar het is het natuurlijk wel. Ja. En hoe komt dat? Eigenlijk zou het geen onderwerp van gesprek moeten hoeven zijn. En dat geldt natuurlijk voor alles waar we voor staan. Binnen de hele LHBTIQ+, van A tot Z, noem ik het altijd maar. Een gemeenschap. Dat het nodig is, is eigenlijk al terug aan zich. Maar dat geldt denk ik voor iedereen. En iedere groep die ten prooi valt aan welke vorm van discriminatie dan ook. Ja. Luca, ik wil ook even bij jou neerleggen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind ook dat het moet eigenlijk niet zo zijn dat het bijzonder is dat het gebeurt. Het moet gewoon normaal zijn. Ja. Ja, maar mag ik het dan ook even anders gaan aankaarten? Ik ga even terug naar gisteravond. Ik benoem het net, hè? Beste acteur en beste actrice. Ja. Is het dan nog goed dat dat één categorie wordt? Ik vind van wel. Want waarom eigenlijk? Er zijn ook heel veel acteurs die non-binair zijn. Of ja, heel veel meerdere acteurs die non-binair zijn. En die passen dan ook gewoon in die categorie. En dan kunnen ze die ook gewoon winnen. Zonder dat ze of in het hokje man of in het hokje vrouw geduwd worden. Door. Ja, maar dat is mooi dat je dat zegt. Maar volgens mij is deze categorie nog niet zo lang. Tweede jaar. Dat is eigenlijk heel kort. Ja, te kort. Ja. Want die verschuiving is natuurlijk al best wel lang bezig. Dus dan is dat al best wel laat dat de Gouden Televisiering daarop inspringt, toch? Ja. Ja. En misschien is dat ook wel een beetje wat jij dan zegt, hè, van eigenlijk zou het niet apart moeten zijn. Ja. En dat zou al een gewoonte moeten zijn. Ja, ja, maar het kan ook eigenlijk niet anders. Want er is eigenlijk wel, je ziet ook wel weer per tijdseenheid dat er een bepaalde groep uit die LHBTI-scene een beetje in het daglicht geplaatst wordt. Waardoor ook zeg maar, de mensen die daar nooit mee van doen hebben, opeens denken, oh, bestaat dat ook? En ja, op een gegeven moment. Voor transpersonen is dat een hele periode geweest, hè? De afgelopen 10 jaar mag ik wel zeggen. En de laatste 2-3 jaar zie ik wel een verschuiving dat er ook wat meer informatie over non-binair personen komen. Omdat het voor een heleboel mensen, ook soms nog binnen de LHBTI-wereld, nog heel erg onduidelijk is. Wat is dat nou? Mm-hmm. En uiteindelijk moet dat de hele tijd verschuiven? Of zeg je, nee, eigenlijk moeten we dat gewoon... Ik denk dat je op een gegeven moment wel een keer uitgeschoven bent, maar... Op een gegeven moment moet je ook, denk ik, de nuchterheid van geest en ook een beetje de humor kunnen opbrengen. Om te zeggen, het maakt eigenlijk geen bal uit wie je bent of wat je bent of van wie je houdt. Lekker leven. Nou, je zegt met humor, is dat het belangrijkste dan? Nou nee, respect blijft natuurlijk altijd bovenaan staan. Hè? Want ik zeg altijd, zoek niet naar de verschillen, maar zoek naar de overeenkomsten. Want dat zijn er zoveel meer
En dat verbindt ons, net als sport, muziek, eten. En dan hebben we nu de Regenboogweek. Ja. Hoe belangrijk is dat dan voor jou, de Regenboogweek? Nou, Regenboogweek is natuurlijk heel erg belangrijk, want de coming-out-dag wordt natuurlijk gevierd. En het is voor de mensen die niet gewend zijn om ervaring te hebben met LHBT-issues, om zich ervan bewust te zijn dat coming-out doe je niet één keer in leven, dat doe je constant. Als je van baan wisselt, als je naar school gaat, nieuwe klas, nieuwe mensen, elke keer wordt er gevraagd van, ben je getrouwd, hoe heet je man dan? Nou, dan moet je het weer vertellen. Ja. Is dat moeilijk? Nou, het is niet moeilijk, maar af en toe ben je er een beetje zat van. Word je er een beetje moe van. Ja. Misschien moet dan de vraag zijn, irriteert het je? Nou, irritatie is misschien niet het goede woord, omdat ik ook me realiseer dat ook de mensen in de buitenwereld zo zijn opgevoed. En niet opgevoed zijn met de gedachte dat het ook wel eens anders zou kunnen zijn. En dat ze ook, en dat komt, daar komt het denk ik ook mee. Sommige mensen zien er heel stereotyp uit. En dat is wat bij de hetero-wereld, zeg maar, leeft. Mm-hmm. Dus ik zie er dan wat minder bijzonder uit. Dus bij mij wordt dan de vraag meteen gesteld van, heb je een man? Ja. Terwijl eigenlijk je de vraag moet stellen dan, of moet, maar... Heb je een relatie? En met wie? Ja, zonder... Gewoon vragen, net zo goed dat je ook, als je niet weet van, heb ik hier met een man of een vrouw van doen, of een non-binair, dat je gewoon vraagt van, goh, hoe wil je dat ik jou aanspreek? Ja. Is dat ook waar Nederland nog in moet gaan groeien? Ja, absoluut. Zeker mensen ook bij gemeentes, scholen, officiële instanties. Ja, zeker. Ja, we hadden net tijdens het eten het gesprek inderdaad dat bij de Universiteit van Groningen nu langzaamaan ook alle wc's veranderen. Waar iedereen toegang tot heeft. Niet mannen of vrouwen, maar iedereen daarheen mag. Mm-hmm. Eigenlijk moest dat toch veel eerder. Is dat toch helemaal niet moeilijk om dat te veranderen? Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met de vrouwenemancipatie van vroeger, wellicht. En ook het stukje gêne wat je had vroeger. Hoe dan? Tussen mannen en vrouwen. Dat werd natuurlijk vroeger streng gescheiden. Je had meisjesscholen en jongensscholen. Je had heren, meisjes. Goed, dat is al lang, een hele lange tijd alweer weg. Ja, maar goed, weet je, dat is een gewoonte die erin sluipt en uiteindelijk gewoon heel lang bestaat. Totdat iemand eens zegt van, is dat niet een beetje heel erg ouderwets? En daar is eigenlijk nu waar we nu zitten. Ja, ik bedoel, als ik heel nodig naar het toilet moet en er staat een rij van 10 bij de dames, ga ik dus naar de heren. Ja, precies om dezelfde reden, dat maakt het uit. Ja. Tenzij het natuurlijk een plasbak is. Ja, ik kan zeggen, dat wordt ook moeilijker. Dan ben ik niet zo elastisch. Nee, jij bent betrokken, we zeiden het net al, bij de LHBTIQ+ Veenkolonie Westerwolde. Ja. Wat is dat precies? Eigenlijk is het een werkgroep onder de paraplu van het COC. COC, voor de mensen die denken, wat is dat? Dat is de belangenorganisatie voor alle LHBTI, plus Q, voor de community. Voor de hele community die op landelijk niveau, zeg maar, voor de belangen opkomt. En dan hebben wij natuurlijk een speciale afdeling voor Noord-Nederland. Dus Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. En wij vooral voor deze plattelandsgemeenschap wilden wij daar echt wel iets voor gaan doen, maar dat toch anders is dan mensen in de stad. Hoe groot is dat verschil? Kan je dat omschrijven? Plattelandsgemeente is al in al gauw van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En als jij er niet moeilijk over doet, doen wij er ook niet moeilijk over. Nou. Dat kan jij denk ik onderschrijven, niet? Ja. Soort van. Ik heb heel erg geluk gehad met de mensen om me heen. Toen ik uit de kast kwam, iedereen was heel accepterend. En het is de afgelopen paar jaren pas dat op school, vooral tweede en derde klasses, gewoon rotopmerkingen maken, maar dat is meer om mijn kledingstijl dan omdat ze weten dat ik trans ben. Dus eigenlijk wat je zegt is, je moet normaal doen, dan is het allemaal prima, maar zodra je niet in het hokje past, dan is ten dele. Nee, maar ook, ik denk dat maakt ook wel uit, als jij zelf geen issue maakt over wie je bent en er gewoon je leven leidt, mm-hmm, dan doen hun er ook niet zo moeilijk over. Nee, dus gewoon jezelf zijn, lekker je ding doen. Heel erg jezelf en zijn. Gaan. En dat is natuurlijk wat in de dierenwereld ook gebeurt. Hè. Mensen als dieren onzeker zijn, die worden gepakt door een tijger. We hebben het nu over de mensen in deze omgeving, hoe die erin staan, hoe de verschuiving in de maatschappij is. Maar hoe is de gemeente Stadskanaal bijvoorbeeld? Waar staat de gemeente Stadskanaal als je dat landelijk bekijkt? Vind ik heel lastig, omdat je natuurlijk
Elke gemeente heeft natuurlijk ook een hele gevarieerde samenleving. En we merken wel dat daar waar een grotere concentratie streng religieuze mensen wonen, dat het daar gewoon lastiger is. Nou ja, dan hebben we hier in deze regio natuurlijk wel een paar plekken van. Ja, zeker. En ik denk ook dat onbekend maakt onbemind. En ik denk, dat zie je ook bij tv-programma's waar mensen met elkaar in gesprek gaan, bijvoorbeeld met asielzoekers, dat daar een bepaald oordeel over is totdat ze met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dan blijkt wederom hoeveel overeenkomsten je eigenlijk hebt. Ja. Dus, je zei net, Gert-Jan vroeg in de gemeente Stadskanaal, hoe ligt dat binnen het gemeentebestuur? Je zegt, de christelijke omgeving heeft er soms nog wat meer moeite mee. Ja. Het is een groot ChristenUnie-CDA gehaald altijd geweest hier in Stadskanaal. Ja. Ook een wethouder op dit moment van ChristenUnie. Ja. Hoe gaat dat? Wordt dat allemaal meegenomen en langzaamaan ook anders? Het gaat rustig aan, maar het gaat wel. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want die vlag die heeft er niet altijd gehangen. Of die is ook niet altijd gehesen. En die hangt er nu wel. En ik denk dat is heel erg belangrijk. En ik denk ook dat als je iets wil bereiken, dan moet je soms ook gewoon bereid zijn om er de tijd voor te nemen. Want het is Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Ja. Het is wel mooi dat je dat zegt. Je moet daar wel inderdaad wel de tijd en de ruimte voor geven ook vooral. Ja, maar ook voor jezelf. Hè? Bedoel, je kunt jezelf ook vaardigheden aanleren, maar die heb je, wat ze ook wel zeggen, the day you plant the seed is not the day dat je zeg maar ook oogst. Ja, klopt. Dat kan niet. Nee, je moet gewoon tijd en rustig aan. Dan is het ook prima. Maar er is beweging. Laat er zo zit beweging in. En ik denk, als dat is wat je doel is op het eind, dan moet je niet vergaloperen door daar als een dolle stier doorheen te gaan. Ja, dus gewoon rustig aan afwachten. En dat is ook respect, hè? Dus respect moet wederzijds zijn. En we zijn in deze wereld zo ongelooflijk gewend dat we in een polariteit geduwd worden van goed of fout. Maar nee, als we nou zeggen, het is gewoon anders. Ja. En iedereen is anders. En laten we elkaar respecteren wie we zijn. En dan zoeken naar overeenkomsten. Ja. Want dat is wat je net ook zei. Die overeenkomsten zijn er veel meer dan je denkt soms. Ja, ik bedoel, heel suf. Ik bedoel, iedereen verliest mensen waar hij van houdt. Iedereen die moet de keuken poetsen, de vuilnis buiten zetten, boodschappen doen. Ja. En iedereen heeft is wel eens gepest op het werk of op school. Ik bedoel, hoeveel overeenkomsten kun je hebben? Heb het daar eens over. En kom je dan ook verder? Merk je dat dan? Het wel. Ja. Dat is wel bekend ook, hè, dat mensen daarin met elkaar in gesprek gingen. Ja, jij zit ook in de werkgroep inclusie van de gemeente Stadskanaal. Ja. Hoe is dat? Dat is hartstikke mooi. Want financieel is de gemeente zeg maar niet behept met zoveel geld dat ze ook een apart item voor de LHBIT kunnen doen, zoals Westerwolde wel heeft. Ja. Dus een nota, dat kost gewoon geld. Dus dan is het heel mooi als je het op deze manier onder totale inclusie kunt plaatsen. Naast alle andere mensen die gediscrimineerd worden, om wat voor reden dan ook. Ja, want het zijn meerdere groepen die die werkgroep inclusie zitten. Het gaat ook over mensen die gehandicapt zijn. Maar het gaat ook over de buitenlandse medemens die op basis van zijn geloof of zijn afkomst gediscrimineerd wordt. Dus ik vind het ook heel prettig om dat heel breed te trekken. Nou, want hoe ziet zo'n werkgroep er dan uit? Want je noemde net al wat andere facetten van de werkgroep. Nou, de werkgroep heeft zoveel mogelijk mensen in de werkgroep. Die van alle, iedereen moet een beetje kennis meebrengen natuurlijk. Ja. Een beetje helikopterview is altijd wel handig. En daar ga je ook weer kijken van, waar loopt het nog niet lekker? En wat is er voor nodig om dat te veranderen? Ja. En dat doe je niet alleen, maar dus met meerdere. Nee. Er zit ook een wethouder bij. Ja. Wethouder Mellies. Jor Mellies, ja. Hoe staan zij daarin? Die is daar heel bevlogen in, moet ik zeggen. En ik denk dat ze dat heel mooi aanpakken. Ja. Jullie hebben ook al in deze week ook al nieuwe aanwas gekregen, geloof ik. Hè? Tenminste, dat begrijp ik. Ja, er zijn gesprekken geweest voor nieuwe kernen. Ja. Ja, mooi. Klopt, ja. Binnen deze groepen is er dat respect wel. Afgelopen week kwam op Facebook, Lohu, daar ga ik naar jou toe, een bericht van de gemeente Stadskanaal dat de vlag gehesen werd. En dat werd niet helemaal in overal in goede armen ontvangen. Nee, dat klopt. Maar voordat we daar naartoe gaan, wilde ik eerst nog even kijken. Want wij zijn met RTV1 ook aanwezig geweest waar de vlag gehesen werd. Kijk maar even mee. Borger Odoorn heeft vrijdagochtend de regenboogweek geopend door het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis.
De laatste jaren bleef het daarbij, maar dit jaar organiseert de gemeente allerlei evenementen om het bewustzijn te vergroten. Ja, we vinden dat dat eigenlijk erbij hoort. Als je regenbooggemeente bent, moet je activiteiten organiseren om geluid te geven en zicht te geven aan dit onderwerp. Het blijft vaak onder de oppervlakte en je wil het naar boven halen op een manier die het niet problematiseert, maar wel aandacht geeft aan wat er speelt. Vorig jaar kwamen we daar te weinig aan toe. En ik ben heel blij dat we nu met een scala aan activiteiten dit onderwerp de aandacht kunnen geven die het verdient. Wat voor activiteiten organiseren jullie zo ook de komende week? Ja, het is van alles. Het is heel laagdrempelig, zei ik al. Voor kinderen hebben we morgen koken met de burgemeester in regenboogkleuren. He, met als boodschap iedereen mag meedoen. Dat is eigenlijk de basis van de hele regenboogweek. We hebben een fotowedstrijd gedaan met selfies. Laat jezelf zien. Er is een film in de bibliotheek voor 12+. Er is een discussie in het Esdal. En we eindigen met podium 34 culturele activiteiten. Met wat comedy, met wat dans, met wat zang, met muziek. Om het ook op die manier aandacht te geven. Mooie woorden van burgemeester Jansen Ton. En zoals je ziet, wordt daar heel veel gedaan in Borgen-Odoorn. Maar kijk maar even mee, op Facebook zijn deze foto's geplaatst. In zowel Stadskanaal als Veendam. Maar daar kwamen heel wat reacties op. Hele leuke reacties, ook wat minder leuke reacties. Mooi initiatief, gemeente Stadskanaal. Maar ook geliefde vlag te verwijderen en de Nederlandse vlag te laten wapperen. Iedereen hoort onder de vlag inclusief te zijn. Die achterlijke regenboogvlag zorgt enkel en alleen voor verdeeldheid en diversiteit. Wees wie je zijn wilt, maar val mij er niet mee lastig. Ik ben hetero en daar val ik anderen ook niet mee lastig. Maar ook weer mooie reacties. Helaas nog actueel. Goed van de gemeente Stadskanaal. Wat vinden jullie van deze reacties? Ja, leg je me bij jou neer, Mirjam. Jij was erbij aanwezig bij de vlag hijsen. Je hebt ook meegeholpen daarin. Deze reacties komen. Misschien kan die nog even blijven staan, de reacties. Zodat we daarop kunnen reageren. Ja, kijk, we weten dat deze reacties er gewoon komen. Ik bedoel, net zo goed dat we weten dat als er een item over buitenlanders is, dat daar ook op deze manier mee omgegaan wordt. Ja, dus zijn we ook helemaal niet zo ver nog. Het is niet leuk. Maar het is wat het is. En kijk gewoon even door de week op Facebook. Als je gewoon simpel item aansnijdt, krijg je dit soort dingen ook om je oren. Dus de vraag is, ja, moet je daar wat mee? Dan denk ik van, nou nee, eigenlijk niet. Eigenlijk verder gaan. Gewoon verder gaan. En juist de mensen die wel een warm hart toedragen. Heel erg bedanken dat ze dat ook opschrijven. Want is je glas half leeg of half vol? En waar gebruik je energie voor? Ja. Gert-Jan, jij bent in principe trots inwoner van Stadskanaal. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik moest even terugdenken aan jouw woorden. Dat jij zegt, hè, je zaait in je oogst natuurlijk ook niet op één dag. Nee. Weet je, dus dat de maatschappij in acceptatie natuurlijk moet groeien, daar is natuurlijk ook tijd voor nodig. Ja. Hè, mocht de berichtgeving op Facebook in de verhouding, 6 positief, 4 negatief zijn, en dat is over 3-4 jaar, is dat 8-2. Weet je, dan heb je die groei natuurlijk ook. Ja, precies. En weet je, het blijft niet representatief voor de rest. Nee, dat ook zeker niet. Dus, nee, nee. Jij knikte net wat. En dat ik zei van, nou, dat de maatschappij moet dat natuurlijk groeien. Ervaar je dat ook zo, als je dan de reacties zo leest? Ja, maar ik denk wel dat de laatste tijd het wel erger is geworden met de negatieve reacties. Oké, net andersom. Komt dat dan, denk je? Weet ik niet. Maar het valt me op als ik... Ik volg op social media heel veel mensen die bij de LHBTIQ+ community horen. En als je bij hun in de comments kijkt, dan heb je best wel heftige negatieve reacties. En dat zijn er wel meer geworden. Dus het kan ook zijn dat gewoon mensen het eerder zijn gaan zeggen. En het meerdere accounts maken en het dan meerdere keren plaatsen. En dat het kan ook zijn dat mensen die positieve dingen zeggen, dat er gewoon minder snel zeggen dan dat ze iets negatiefs zeggen. Ik denk dat sowieso vaker is. Negatief wordt vaker belicht. Ja. Denken jullie dat het door social media nog vaker die reactie zo heftig wordt? Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat het op social media wel heftiger is dan in het echt. Want op social media kan het een voordeel zijn dat het anoniem is. Mm. En mensen zeggen vaak heftigere dingen als ze weten dat het geen consequenties voor hen heeft. Is dat bij jou persoonlijk gebeurd? Ja, ik ben op school met... hebben mensen mij en mijn vrienden gefilmd en hebben ze op TikTok gezet. En daaronder waren reacties van, je moet naalden in hun steken. Als ze bij mij op school zaten, zou ik hen helemaal in elkaar slaan. Dat soort reacties, echt
dreigen met geweld. En toen? Wat gebeurde er toen? We zijn naar de schoolleiding gegaan en we zijn erachter gekomen wie het hebben gedaan. En die zijn er toen heel erg op aangesproken. En volgens mij is zelfs de politie erbij betrokken geweest. Ga je zelf ook met ze in gesprek? Kun je uitleggen wat dat met je doet? Ik was toen niet een van de mensen geweest die naar de schoolleiding is gegaan. Dus nee. Ik weet niet precies nee. wat er gebeurt. Nee, maar de groep hè, die dat op deze manier zo uitspreekt, zeg maar. Ga je naar zo'n groep toe en vertel je ook wat dat met je doet, zeg maar. Of is daar weinig ruimte voor? Daar is denk ik weinig ruimte voor, ja. Eigenlijk heel gek, want ik denk dat juist, maar kijk jou ook even aan Mirjam, dat het gesprek aangaan, de dialoog aangaan, soms nog belangrijker is dan de politie erbij halen. Of, ja. Hoe zit dat? Ja, ik denk beide belangrijk is. Een gesprek aangaan is heel belangrijk, maar dan moet je echt een hele goede randvoorwaarde hebben. Zoals? Ja, dat er echt goed geluisterd wordt, maar er ook een stukje nazorg is. En dat je ook een evaluatiemomentje weer inbouwt voor later van, hé jongens, hoe is het nu? En denk je er nog steeds zo over als dat je toen dacht? Ja. Is het ook een beetje het niet kennen van? Ja, dat is natuurlijk wat ik net zei. Hè? Ja. Onbekend maakt onbemind. En ik denk dat mensen vaak zich ook totaal niet realiseren wat het met een ander doet als je zulke uitspraken doet. Terwijl als je zeg maar die beleving naar hun terugkoppelt, van stel je voor, jij wordt uitgescholden nou, op je haarkleur alleen al of op het feit dat je Marokkaan of Turk bent, dan vind je dat ook niet prettig. En waarom doe je dat dan wel bij een ander? Ja. Als je nou naar school, je had het net over school en dat vond plaats op school. Ja. Is de school krachtig genoeg om daar handvaart aan te geven? Zijn ze zover? Ze doen wel heel erg hun best, maar ik weet ook niet hoe erg het werkt. Want die leerlingen moesten toen sorry tegen ons zeggen. Dat hadden ze toen een beetje gedaan. Het was niet heel erg oprecht. En daarna gingen ze op social media klagen dat ze sorry tegen ons moesten zeggen. En dat wij naar de schoolleiding zijn gegaan. Ja. Dus maar kun je dan ook bijvoorbeeld met schoolleiding in gesprek om samen te kijken hoe de handvaten voorgegeven moeten worden? Is die ruimte er? Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Maak je daar gebruik van? Ja. Ik wil nog even meer naar jou, naar de Veenkolonie Westerwolde, LHBTIQ+. Mm-hmm. Ik belde jou een paar weken geleden op met het idee dat we deze uitzending gingen doen. Toen zei je, leuk dat je me wil uitnodigen, maar we doen niks meer. Nou, we doen niet zoveel. Nee, hoe komt dat? Omdat er geen we meer is, maar alleen ik op dit moment. Mijn maatje Thea de Boer, waar ik eigenlijk altijd alles mee gedaan heb, die heeft door persoonlijke omstandigheden zich moeten terugtrekken. Ja. En de afgelopen jaren hebben we ook twee mensen verloren in de dood. Dus dat is helaas, maar dat is zo. En we zijn ook wel, ik spreek nog steeds in we, op zoek naar nieuwe mensen. Maar het moet ook wel mensen zijn die een beetje met de neus in dezelfde richting staan. En die ook een beetje kunnen relativeren, maar die ook zeg maar kunnen deelnemen in het gesprek op een beetje politiek niveau. Ja, dus het is niet zomaar dat je even erbij. Nee, het is niet even zomaar even erbij. En graag ook, we willen graag wat ook diversiteit binnen de club. Ja. Ook in leeftijd. En wat, stel nou dat iemand zegt, die kijkt nu van, dit lijkt me wat. Wat moeten ze dan doen? Mogen ze me bellen. Of appen. Ja. En of, hoe kunnen ze jou bereiken? Ze kunnen mij bereiken op Mirjam Kuppers. Op Facebook. En de website hebben jullie natuurlijk ook nog. Nee, de website is uit de lucht gehaald. Want dat kostte hartstikke veel geld. En we zijn eigenlijk een soort noodlijdend fonds. Want we hebben natuurlijk eigenlijk bijna geen subsidie. Dus we doen heel veel. We hebben heel veel uit eigen zak gedaan, dat doen we niet meer. Mm-hmm. Maar we proberen met zo min mogelijk zoveel mogelijk te doen. Ja. Dus we zoeken eigenlijk heel veel mensen om erbij te komen. Heel goed is met websites en heel handig is met allerlei technische zaken. Nou, die zijn er vast, dan laat ik dat voorop stellen. Die zijn er vast. En dan nog één keertje voor de mensen die net dachten, ik moest even wakker worden. Mirjam Kuppers. Mirjam Kuppers, LHBTI Veenkolonie Westerwolde te vinden op Facebook. En altijd via Messenger kun je me ook bereiken. Dus dat is altijd goed. Helemaal goed, Mirjam. Dankjewel dat je wil aanschuiven. Luca, we hoorden jou net al. Ik wil graag met je verder praten. Want je zei het net al, je bent in transitie geweest. Ja. En we hebben de reacties al gehoord. Je zei niet mals. Social media wordt er zelf bij gehaald. Ja. Ik schrok daar best wel even van, net. Ja. Een aantal jaar geleden ben je in transitie gegaan. Hoe is dat zo gekomen? Toen ik 11 was, toen begon bij mij de puberteit. En toen merkte ik dat ik me heel oncomfortabel begon te voelen in mijn lichaam. En ik wist niet wat het was, maar ik wist dat de verandering die gebeurde, dat was gewoon van dit klopt niet. Het,
hoort niet zo te zijn. En toen had ik Hij is een Zij gekeken. En daarin beschreef iemand waarom die de borstverwijderende operatie wou. En ik keek dat en ik was echt van, dit is precies hoe ik mij voel. Ja. Dit is exact hoe ik me voel over mijn lichaam en hoe oncomfortabel ik me voel. En toen ging ik er meer dingen over lezen en over kijken. En toen kwam ik er al heel snel achter van, ik ben gewoon geen meisje. Toen wist ik niet van, ben ik nu non-binair of ben ik een jongen of iets daartussenin. Dat heeft echt een jaar geduurd voordat ik wist van, ja, ik ben een jongen. En ja, toen ik dat wist, toen duurde het alsnog. Kijk, ik was 11 toen ik erachter kwam. Ik was 13, denk ik, toen ik het aan mijn ouders vertelde. Ja. Ja. Dus dat is nog even een tijd ertussen. En we hebben een foto van jou op het moment dat jij er net achter kwam. Ja, weet je, net uit de kast. Toen was je net uit de kast. Wanneer was dit ongeveer? Dit was volgens mij mijn klas 3 schoolfoto. Ja. Dus nee, halverwege middelbare school, ja, ongeveer. Ja. Nou, er zijn ondertussen heel wat zijn we een tijd verder, want hoeveel verder zijn we nu, hoeveel jaar? Kijk, ik was 14 toen ik op school uit de kast kwam, dus, en nu ben ik 18, dus dat is 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Nou, deze foto die we nu hebben, dat is van afgelopen zomer, begreep ik. Ja. Alles is nou helemaal klaar, alle operaties zijn geweest, begreep ik, van jou. Hoe voelt het dan nu? Is het dan eindelijk het gemis wat jij inderdaad net omschreef? Ja. Is het nou weg? Ja, ik heb nog wel af en toe momenten dat ik me dan een beetje oncomfortabel voel met mijn lichaam. Dat heet genderdysforie. Dat soort momenten heb ik nog wel. Maar het is veel minder geworden. En nu als ik mijn stem terug hoor op filmpjes, dan is het tenminste zo van, dat is mijn stem. In plaats van, wiens stem is dat? Dat ik het gewoon niet herkende. En nu bijvoorbeeld gaan zwemmen, dat kan ik nu gewoon doen. En dan voel ik me nog steeds comfortabel in mijn lichaam. En voor de operatie. Dan, ook al vond ik zwemmen heel leuk, ik deed alsnog liever niet, omdat ik me gewoon zo oncomfortabel voelde met mijn lichaam en zo dysforisch was. Ja. Hoe reageerde jouw familie op jouw omgeving? Heel goed. Het was niet alsof ze het verwachten, maar ze waren ook niet heel erg verbaasd. Ja, want als kind was ik altijd al heel erg van, ik ben een heel erg jongensmeisje en ik benadrukte altijd dat ik heel erg jongensachtig was. Dus ze zagen het niet aankomen, maar ze vonden het ook niet gek. Nee, en ze hebben jou uiteindelijk goed geholpen, wat ik heb begrepen. Ja, heel erg goed. Ja. Is het wat jou betreft bespreekbaar genoeg? Of zeg je, er moet nog veel meer aandacht aan komen? Er moet nog wel meer aandacht naar komen. Want jij zei net, ik heb het programma Hij is en Zij gekeken. Ja. Daardoor dacht ik, dit herken ik. Ja. Gebeurt dat te weinig nog in de media? In de wereld, laat ik het zo zeggen, in Nederland? Ja, ik denk dat er wel te weinig aandacht aan is. Het komt nu wel steeds meer dat er in tv-programma's karakters zitten die transgender of non-binair zijn. En dat is heel goed, maar het is nog heel erg minderheid. Het is heel erg weinig. Ja. Heb jij je vriendenkring, is die hetzelfde gebleven? Daar zijn meer vrienden bijgekomen. Meer vrienden bijgekomen? Ja. Dus eigenlijk alleen maar veel positiever. Ja. Ja, mooi. Want je deed de transitie, je ging in transitie op de middelbare school. Ja. Wel een gevoelige plek, lijkt me. Ja. Ja, dat was wel heel spannend om op school uit de kast te komen. Nou, hoe ging dat? Hoe vertelde je dat daar? We hadden eerst... ik kwam eerst uit de kast en toen had ik een soort korte film laten zien over transgender zijn. Want die was toen net gemaakt door iemand, ik weet niet meer precies wie. En die had ik op school laten zien om het zeg maar een beetje uit te leggen. En die klas die ik toen had was wel heel fijn daarin. Die was wel accepterend. Er waren alsnog wel een paar mensen die opmerkingen maakten. Bijvoorbeeld, ik ging een keer in de kleedkamer en toen kwamen er jongens binnen die zaten in de 5e of 6e klas. En die waren zo van, we zitten in de verkeerde kleedkamer. Dat soort opmerkingen. Dus die heb ik wel een paar keer gehad, maar het was heel weinig. Ja, en jij zei dat die klas was heel fijn. Ja. Die klas daarna was minder fijn dan? Of? 2 jaar terug, toen was het Paarsvrijdag. En vlak daarvoor waren er heel veel mensen... hele negatieve opmerkingen aan het maken over Paarsvrijdag. En opmerken zo van, waarom is dit nodig? En ik heb ook andere vrienden van mij, die zijn ook transgender. En dan gingen ze expres de verkeerde voornaamwoorden gebruiken. Expres een oude naam gebruiken. En gewoon hele transfobische dingen over hun zeggen. Ja. Dus dat was toen niet naar mij gericht. Maar die mensen wisten ook niet dat ik trans was. Dus ze sloegen jou daarin over? Ja. Je gaf net al aan de kleedkamer bij Gym. Dat lijkt me ook best een moeilijk punt. Ja. Voor beide partijen, voor jou natuurlijk. Van wanneer wissel je van kleedkamer? Wanneer heb jij daarvoor gekozen? Zodra ik uit de kast kwam. Ja, dus gelijk heb jij gezegd. En hoe reageerde de rest daarom? Iedereen was er wel heel oké mee toen. Ja. Ja.
Want ik kan me voorstellen, dan kijk jou even aan, Mirjam, ook dat dat best gevoelig ligt daarin. Hoe zie jij dat? Want jij hoort die verhalen natuurlijk. Ja, natuurlijk ligt dat gevoelig. Hè? Iedereen moet wennen, maar nogmaals, het ligt wel aan het stukje begeleiding. En als je dat goed, hè, want hij heeft natuurlijk een perfecte begeleiding gehad, ja. Hij heeft een supportgroep. Met allemaal vrienden, die met t-shirts. Kan je dat vertellen? Want hè, die t-shirt. Ja, spreekbeurt had je ook nog. Ja, een soort van spreekbeurt. En mijn vrienden en ik waren toen heel erg Harry Potter fan. En in Harry Potter heb je zeg maar de vriendengroep van Harry's ouders. En die hadden allemaal bijnamen. En we hadden onszelf die bijnamen ook gegeven. Dus ik was Mooney. En zij hadden t-shirts gemaakt met Mooney Protection Squad erop. Dus allemaal van, we horen bij, we staan achter jou. Ja. En hoe, wist je daarvan dat van tevoren? Dat ja, dat wist ik. En wat was je reactie dan? Ik vond het heel leuk, ik vond het heel grappig. Ja. Toen je op school ging vertellen, en je zegt een korte film laten zien, daarover verteld. Dat heb je samen met school besproken? Ja, samen met school. Ja. 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 En hoe ziet dat dan, hoe heeft dat eruit gezien dan? Heb je dan ook, is de teamleiding ook aanwezig geweest in het lokaal op dat moment om te kijken wat er gebeurt met reacties of... is dat dan net even te groot, zeg maar? Nee, alleen mijn mentor zat erbij. We hadden het tijdens een mentoruur gedaan. Ja. Ja. Ja, we hadden het eerst wel overlegd met de teamleider ook over welke kleedkamers ik dan ging gebruiken en welke wc's. En dat was mevrouw Bos. En zij zei van, gebruik gewoon waar jij je prettig bij voelt. Ja, dus dat was heel prettig om te horen. Ja, ja. Ja. Dat kan alleen maar sterker maken, denk ik. Om daar voor jezelf nog makkelijker een keuze in te maken. Ja. Mooi. Ja, we hebben het nou alleen eigenlijk hier over deze regio. Hoe denk jij dat de samenleving, dus heel Nederland, verder kan ontwikkelen om inclusiever te zijn voor transgender personen? Ik denk dat er sowieso meer bekendheid over moet zijn. Vooral over non-binair zijn, want heel veel mensen weten gewoon niet wat het is. En maken daarom ook soms onhandige opmerkingen daarover. En ik denk vooral meer bekendheid. En dan daarmee komt ook acceptatie wel. Ja. Was het voor jou een moeilijk proces? Ja, het was vooral heel moeilijk om erachter te komen van wie ben ik nou precies? Van hoe voel ik me en wat klopt er het beste mee? Ja. Ja. Stel nou dat er iemand zit te kijken of die denkt, hey, ik herken dit. Wat is jouw advies dan? Op internet heb je heel veel mensen die ook transgender zijn en die heel veel YouTube-video's erover maken. En mijn advies is wel, kijk dat soort video's. En probeer ook gewoon dingen uit. Als je niet weet welke, of je met hij of met zij of met die hun wil aangesproken worden, vraag gewoon wat mensen om het te proberen. Dat is de beste manier om achter te komen met wat past. Heb je dat ook gedaan? Of kwam je daar later pas achter? Ik heb het online wel aan mensen gevraagd. Je hebt wel online plekken dat je kan vragen van, hey, kun je deze voornaamwoorden uitproberen? En als mensen een andere naam willen, dan kun je ook vragen van, hey, kunnen jullie deze naam uitproberen? Ja. Want jij hebt ook een andere naam gekregen? Nee, je hebt niet een ik heb niet een andere naam. Mijn ouders hadden gewoon heel slim een genderneutrale naam gegeven. Ja, dus je bent eigenlijk... Is het ook bewust dat je verder bent gegaan dan met je eigen naam? Ja, ik vond het gewoon een leuke naam, dus ik dacht, ik hou hem. Ja, en het kan inderdaad voor beide partijen. Ja. Zijn er nog vooroordelen over mensen die in transitie zijn gegaan, waarvan je denkt, nou, dat klopt totaal niet? Er zijn heel veel vooroordelen over trans mensen die meedoen aan sporten. Dat... transvrouwen die meedoen aan sport, ook al zitten ze al meer dan een jaar aan de vrouwelijke hormonen, dat ze alsnog sterker zijn dan cisvrouwen, dus niet transvrouwen. Omdat ze geboren zijn met een mannenlichaam. Maar dat als je al meer dan een jaar aan de hormonen zit, dan is dat niet meer zo. Nee, dus, dus die vooroordelen over het sporten, daarvan zeg je, ja, dat klopt helemaal niks van. En daar moeten we mee ophouden van tafel. Ja. Het is inderdaad gewoon een excuus als degene wint natuurlijk, dat dat gebruikt wordt, want dat zie je inderdaad wel. Ja. Ja. Maar, En even terugkomen op jou, met die misverkiezing natuurlijk net zo. Wat ik voor reacties las daaronder was, ja, maar zo kan ik ook winnen. Ja. Ja, ik kan mezelf ook zo maken en dan perfect lijken of naar een misverkiezing meedoen. Die reacties staan daaronder. Ja. Maar dat klopt niet dus. Nee, klopt niet. Nee. Het slaat helemaal nergens op. Nee, het is gewoon een eerlijke strijd. Ja. Gezegd hebben. Punt. En eerlijk opgebouwde spieren ook door hard werken. Ja, dat is belangrijk. Wat iedereen daar doet in die sportbranche. Ja. Gewoon hard werken. Gewoon hard werken en dan moet je er komen en niet. Ja. En dus het klopt niks over spiermassa die van de man komt. Nee. Duidelijk. Dank jullie wel, Luca. Dank je wel dat jij je verhaal wilde doen. Zometeen schuiven Venna van Raalt en Aaron Molema aan. Zij hebben zelf een queer café opgericht in Stadskanaal. En waarom ze daar behoefte aan hadden, dat horen we zo meteen. Maar we gaan eerst naar Larue met het nieuws.
Goed nieuws voor alle liefhebbers van griezelige avonturen in Stadskanaal. De spooktocht die dit jaar aanvankelijk op losse schroeven leek te staan, vanwege een tekort aan vrijwilligers, gaat nu toch door. De buurtvereniging had oorspronkelijk 70 spoken nodig om een volwaardige spooktocht te organiseren. Maar ze dreigden een tekort te schieten met slechts 45 aanmeldingen. Naar aanleiding van verschillende media-aandacht en het delen van hun noodkreet, kon de organisatie nu toch melden dat het evenement gewoon doorgaat. Dankzij de enorme respons van vrijwilligers heeft de buurtvereniging maar liefst 87 spoken weten te verzamelen. De spooktocht vindt plaats op 28 oktober. En dan de 11-jarige Charlotte Keizer van basisschool De Borg in Borger is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Borger-Odoorn. Zij werd maandagmiddag officieel geïnstalleerd tijdens de eerste kinderraadsvergadering in het gemeentehuis in Exlo. De kinderburgemeester is voorzitter van de nieuwe 16-koppige kinderraad van de gemeente. Daarnaast zal zij burgemeester Jan Sutton vergezellen tijdens bijzondere gelegenheden. En vandaag is het weer zover, de beruchte dag van bijgeloof. Vrijdag de 13e. Voor velen is deze dag synoniem aan ongeluk, duistere voorspellingen en mysterieuze gebeurtenissen. Hoewel wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat vrijdag de 13e daadwerkelijk ongeluk brengt, blijft het een dag waarop velen extra voorzichtig zijn. Rutger, heb jij hier nog wat van meegekregen vandaag? Nou, ik heb er zelf niks zoveel. Ja, afgezien dat jij de hele dag erover praat, heb ik er niks van meegekregen. Geen ongeluk, Gert-Jan, jij? Nee, dan zien we gewoon een foto van een zwarte kitten. Ik bedoel, hoe scary kan dat nou zijn, toch? Maar heb jij last gehad van ongeluk? Nee, nog niet, maar ik zit bij jou aan tafel, dus dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds van alles misgaan, dat klopt zeker. Laroe, jij dan? Ja, dan krijg je hem terug. Wie de bal kaart? Nee, eigenlijk niet. Ja, ondanks dat wij het er al de hele dag over hebben en alle spookachtige dingen proberen voorbij zien te komen. Nee, ik niet. Nee, dankjewel, Laroe. Ondertussen zijn aangeschoven Fenna van Raalte en Aaron Molema. Fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben een queer café opgericht in Stadskanaal. Hoe is dat zo gekomen? Nou, wij hadden een paar jaar geleden, op mijn verjaardag, hadden wij, was er een bijeenkomst voor LHBTI-mensen. En nou ja, zo zijn we eigenlijk met Jasper, waarmee we het hebben samen opgezet, zijn we daarmee aan de praat gekomen. En zo is Queer Café tot stand gekomen. Ja, want jullie zagen een affiche hangen. Of hoe ging dat, Aaron? Ja, nou ja, op school of nou ja, ik weet niet meer precies waar, kwamen we posters tegen. En toen zijn we eigenlijk daarheen gegaan. Toen zijn we een beetje aan de praat geraakt. En toen werd de vraag gesteld of er al genoeg werd gedaan in de mom van de LHBTI. En dat was toen eigenlijk nog niet. Dus toen zijn we een beetje gaan brainstormen. En toen kwamen we eigenlijk op Queer Café uit. Nou, kennen jullie elkaar toen al? Of hebben jullie elkaar daar leren kennen? Ja, wij kennen elkaar al. Hoe kennen jullie elkaar? Op dat moment waren wij nog samen met elkaar. Wij hadden op dat moment een relatie. Ja. En daarna zijn we verder gegaan als vrienden. Ja, precies. Dus het is allemaal nog. Het is geen oorlog tussen jullie. Nee. Nee. Het loopt best goed, het Queer Café. Hadden jullie dat verwacht? Nou, in het begin denk ik. Ja, je hebt natuurlijk altijd hoop dat het heel goed gaat lopen. Maar op het moment dat het ook echt goed loopt, dan ben je toch wel blij. Ja, zeker omdat wij daardoor een grote vriendengroep hebben opgezet. En dus ja. Ja, jullie begonnen met ongeveer 5 mensen die kwamen. Nu zijn het ongeveer 25, wat ik heb begrepen van jullie. Dat is best wel een grote verandering binnen een jaar tijd. Mm-hmm. Wat doen jullie op zo'n moment als jullie bij elkaar komen? Nou, we hebben nu dan een soort kletspot gemaakt met allemaal vragen over. En af en toe dan komt er iemand op bezoek. Die komt dan vertellen over nou ja, hun interpretatie van of hoe hun ermee omgaan. Of hun ervaringen. En in die kletspot zitten dan bijvoorbeeld vragen over hoe het was voor die persoon om uit te komen. Of wat ze tegenhoudt, et cetera. Om het een beetje op tafel te leggen en dan gewoon samen als een groep daarover te kunnen praten. Ja, want wat is de leeftijd ongeveer wat daar komt? Nou ja, de meeste zit nu tussen de 12 en de 18 ongeveer. Dus een beetje de jongere groep nog. Ja, middelbare schoolleeftijd en iets daarboven. En dan toch 25 man erbij en die gesprekken. Zijn die gesprekken ook moeilijk om te voeren? Het zijn best wel gesprekken waar je even over na moet denken. Dingen die je niet zomaar even bespreekt. Maar iedereen die respecteert iedereen zijn mening daar ook over. En daardoor wordt het wel makkelijker.
om daarover te praten. En iedereen die is gaat er erg goed mee om. Ja, ik wil even gauw naar Larou voordat jij gaat. Ja, oké, okay, is goed. Larou staat heel hard te zijn van, nu is dit is mijn moment. Ja. Dus, ik parkeer hem even. Ja, zeker, want ik dacht dat past wel goed bij het filmpje wat ik gevonden heb. Want oogappels besteden daar ook een onderwerp aan. Kijk maar even mee. Zoals hier wordt gezegd. Is dit iets wat bespreekbaar wordt gemaakt bij jullie? Wordt het ook zo bespreekbaar gemaakt bij jullie op school? Nou, bij ons op school wordt er eigenlijk niet heel erg over gesproken. Wij, tijdens bijvoorbeeld lessen zoals maatschappijleer en godsdienst en levensbeschouwing komt het af en toe wel eens aan bod. En we hebben natuurlijk Paarse Vrijdag, wat Luca net zei. Maar anders dan dat wordt hier niet over gesproken. Nee. Moet dat dan, als je dit dan kijkt, hè? Dit is natuurlijk een fragment uit de serie, dat zal waarschijnlijk niet één op één overgenomen zijn, maar ik denk wel dat er mensen zijn die dit wel zoiets meemaken. Het is natuurlijk fijn als daar wat meer over wordt besproken, over wordt gesproken, omdat zelfs als je hetero bent, is het fijn om te weten hoe andere mensen zich daarover voelen en gewoon omdat, meer neer te zetten. Zo, even terug naar die scène, zo'n reactie van de leerkracht. Want het is een briljante scène, want de leerkracht laat echt zien irritatie van, moest je nou die ruimte zo hebben? Herken je dat ook? En dan kom je daar voor jezelf op. En eigenlijk heeft de leerkracht dus al lang bepaald hoe die dat wil neerzetten, maar raakt dan toch geïrriteerd, omdat dat het dan net even anders wordt uitgelegd. Herken je dat ook bij leerkrachten of niet? Ik in ieder geval heb daar niet heel veel over meegekregen dat gebeurt. In ieder geval, de leraren bij ons op school zijn er heel erg open over. Dus ja, die zijn dan ook wat meer willing om daarin over gesprek te gaan. Zitten jullie op dezelfde school? Ja. Ja. Oké, dat even duidelijk. Voordat we denken, het is op een andere school. Maar bij jullie allebei dus zijn de leerkrachten daar open in. Gert-Jan, ik onderbrak jou net. Nee, ik ga even terug naar het café. Want je hebt het over die kletspot. Er komen nieuwe mensen binnen. Mm-hmm. Je gaat dus de vragen aan. Je geeft elkaar handvaten, et cetera. Maar als iemand daar geweest is, hoe gaan ze meestal weer weg? Wat zeggen ze tegen jullie? Meestal gaan ze met een glimlach weg. Ja. 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 Hoe is dat voor jou? Ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik vind het vooral fijn dat we echt een groep hebben die hecht is en waar iedereen zich ook echt comfortabel bij voelt. Ja, dus dat is ook de functie. Dus het doel is bereikt als nieuwe mensen ook binnenkomen en ook zich eigen genoeg voelen om hun verhaal kwijt te kunnen. Ja. Ja, mooi. Ja. Erin, ik wil je bij jou blijven, want jij gaf aan vooraf, jij bent omniseksueel. Kan jij ons uitleggen wat dat dan precies is? Nou ja, omniseksueel, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als panseksueel. Wat betekent dat je eigenlijk niet heel veel om het gender geeft op wie je valt. Het is meer gewoon zo van, nou ja, ik val op de persoon om wie hun zijn en niet, het is een man, dus ik hou van hun, of het is een vrouw. Nee, dus jij valt meer op de persoon zelf daarin. Ja. Ja. Mm-hmm. Fenna, jij bent 4 jaar geleden hier komen wonen. Je bent verhuisd vanuit? Vanuit Zandvoort. Vanuit Zandvoort. Ja. Dus vanuit de Randstad kom je eigenlijk naar een boerengehucht hier. Want jij woont niet in Stadskanaal. Nee, ik woon niet in Stadskanaal. Nee. Is dat verschil groot? Als ik dan heel even naar Stadskanaal kijk, ja. Bij ons werd er nou niet zo, want ik ben hier komen wonen toen ik naar de middelbare school ging. En op de basisschool is daar natuurlijk niet zoveel. Niet zoveel aandacht wordt eraan besteed. Maar wij hadden wel de Pride Parade, hadden wij altijd in Zandvoort. Daar deed mijn moeder ook altijd mee aan mee. Dus daar ben ik al van jongs af aan, ben ik daar al in meegenomen. Het was daar veel opener. Het is natuurlijk wel de Randstad en je hebt daar natuurlijk wel veel meer van die kwajongens. Maar het was daar meer bespreekbaar. Ja, en hier is dat veel minder. Ja. Nou, hoe komt dat? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ik kom hier ook niet uit de buurt, dus ik zou er ook niet een oordeel over kunnen geven. Maar ja, ik denk dat dat misschien toch wel komt omdat veelal wat meer mensen hier die hier wonen zijn al wat meer op leeftijd, heb ik zo gezien. En niet iedereen daar wil daar altijd over weten of, nou ja. Kijk jou even aan, Gert-Jan. Mensen op leeftijd. Nee, hoe zie jij dat? Merk je dat als je dit hoort? Ik weet het niet. Ik ken dat niet. Ik weet niet hoe die verschillen zijn. Maar ik hoor jou wel zeggen dat je bekend bent met de Pride Parade. Ja. Ja.
Dus in die zin heb je handvaten genoeg om dit weg te zetten hier in deze omgeving, toch? Ja, dat klopt. Ja, daar nog nooit over nagedacht? Nou, we hebben het wel. Kwam tijdens onze brainstorm ideeën over het café. Hebben wij het wel eens gehad over een mini Pride Parade. Hier in Zaskanaal. Maar daar zijn we niet verder over. Waarom niet? Nou ja, sowieso. Voor een Pride Parade, daar moet je gewoon eigenlijk heel veel, of nou ja, moet. Het zou leuk zijn als je daar heel veel mensen voor kunt optrommelen. En het probleem is gewoon dat de mensen die hier er ook wat minder over weten en die er wat verder op tegen zijn, die zijn er ook duidelijk wel op tegen. Dus die zouden dan ook de straat op gaan en dan wel tegen ons in gaan lopen waarschijnlijk. Je wil het niet opzoeken? Nee. Maar moet het je tegenhouden dan? Dat ook zeker niet. Nee. Meer, ik kijk jou ook even aan, deze idee komen vanuit jongeren. Je mag de microfoon even pakken. Sta jij achter, hè? Als je, stel dit komt in Stadskanaal, deze idee wordt doorgezet, sta je daarachter? Ik sta er altijd achter, want ik denk dat iedereen op zijn manier een steentje bijdraagt in die hele problematische situatie van, ja, zijn we nou wel of niet gewenst? Alhoewel ik aan de andere kant ook vooral wil zeggen, zorg dat jij jezelf gewenst voelt. En dat is de beste manier om uit te dragen dat je er recht hebt om te zijn. Ja. Snap je ook de angst van deze twee om te organiseren? Dat ja, zegt... zeker, want ook binnen onze gelederen is dat een vraagstuk geweest. En wil je zoiets opzetten, dan moet je dat ook goed doen en ook groots doen. En dan wil je de winkeliers mee hebben, de restauranten, de kroegjes. En je moet ook de gemeente daarin mee hebben, want je hebt wel wat vergunningjes nodig voor zo'n grapje. En dat is een groot project. Toch zie je ook mensen uit deze omgeving 2-3 uur rijden om naar de Pride Parade toe te gaan. Ja, maar goed, dus hebben we natuurlijk wel een Amsterdam als wereldstad, hè? Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Hè? Iedereen trekt daar naartoe. Ik kom er zelf vandaan. Dus ik weet hoe makkelijk het is dat je daar gewoon de hoek om naar de gay kroegen kan gaan. Ik bedoel, dan is het nog niet makkelijk, want dan ga je ook 6 keer voorbij voordat je een keer naar binnen gaat. Maar dat is natuurlijk een hele andere setting. En wil je dat goed en groots aanpakken, dan heb je iedereen nodig om de schouders eronder te zetten. Maar goed, aan de andere kant, de gemeente staat snel wel inclusief zijn. Jullie zijn volgens mij allebei 15, dacht ik? Ik ben 16. 16? Ik ben wel 15. En 15? Ja. Deze jongen moet toch ondersteund worden door de gemeente en zeggen, we gaan je begeleiden voor dit evenement. Ga je gang. Jij hebt contacten met de wethouder inclusie. Ja, maar die willen dat nog niet, hoor. En wat ik net ook zeg, hè, ik bedoel, je moet ergens beginnen. En als jij, zeg maar, als een olifant in een porseleinkast dingen erdoor gaat drukken en je, ja, eigenlijk je verknalt daarmee alles wat je opbouwt om je heen, dat zou ook zonde zijn. Dat wil niet zeggen dat je er niet over moet hebben. Kijk de wethouder, denk je nu? Zeker weten. Doe de oproep. Maar je mag altijd. Probeer het. Je moet dromen en je moet groot dromen. Ja. Maar je moet ook realistisch zijn van, is het op dit moment haalbaar? En als we het doen, wordt het dan een succes? Heeft het kans van slagen? Want je moet ook gaan knallen dan, hè? Dat is zeker zo. Ik wil de oproep laten doen aan de wethouder. Als jullie zeggen, dit is het idee, dit moeten we doorheen gaan halen. Nou ja. De wethouder kijkt, hoor ik. Nou ja. Wethouder van Stadskanaal, als je kijkt. We zouden heel graag met u hierover in gesprek willen. Hij mag bericht naar mij sturen, naar Gert-Jan, dat komt wel goed. Ja. Nou, mooi wat jij zegt ook, hè? Met ons erover in gesprek willen. Want daarmee heb je hem nog niet georganiseerd. Nee, dat kan natuurlijk nog 2 of 3 jaar duren. Maar dat geeft hij, dan heb je in ieder geval de stappen gemaakt, toch? Ja, acceptatie kost tijd. En als je in gesprek gaat, dan is dat al de eerste stap die ze Je zegt acceptatie kost tijd, we moeten met elkaar in gesprek gaan. Gebeurt het bij jullie op school ook, die gesprekken? Wij hebben van de bovenbouw hebben wij, ja, ik weet niet wat ze is, coördinator of sinds zij hier is gekomen, geeft zij wel veel meer aandacht hieraan. En ook voor het welzijn van jongeren. Dus ja, misschien kan daar wel iets meer met maatschappijleer, godsdienst en levensbeschouwing, Paarse Vrijdag. Ja. Dus, nou, ja. Dan houden we het even op maatschappijleer. Dan wil ik toch nog even naar jou toe, Larou. Want in de maatschappij kan er zeker ook nog wat veranderen. En daar heb jij nog iets over. Ja, zeker. Want ik was even aan het kijken naar alle filmpjes. En ook deze week besteedde Arjan Lubach een video aan. De acceptatie van LHBTI'ers in het voetbal gaat dus achteruit. En in plaats van dat de KNVB zegt, nu zetten we juist door, stoppen ze er gewoon mee. Stelletje lafbekken. En daarom hebben wij een nieuwe aanvoerdersband bedacht.
als alternatief voor de One Love Band, de What Love Band. Hier. Mooi. Let het. KNVB-logo en What Love. Zijn er toevallig voetballers in de zaal? Die moeten gewoon... Hey, een paar voetballers daar. Gaan jullie dit weekend spelen? Ja? Oké, okay, nou perfect. Dan heb ik voor jullie, ik weet niet hoeveel er zitten, maar ik ga ze aan jullie doorgeven. Een paar van die One Love, nee sorry, een paar van die What Love banden, aanvoerdersbanden voor jullie aanvoerder. Of wie hem dan ook wil dragen, misschien het hele team wel. Hiermee zeg je dus KNVB, What Love van jullie. What Love dat jullie LHBTI'ers niet durven te steunen. What Love dat jullie in tijden van toenemende homo-haat je ander ervan aftrekken. What Love. En ik doe hem ook gewoon om, fuck it. Dichter bij een voetbalcarrière zal ik nooit komen. Oké, zo groot. En voor iedereen thuis. Voor iedereen thuis die ook het What Love statement wil uitdragen, ga naar whatlovekvvb.nl en doe mee met onze actie. Daarmee steun je de John Blankenstein Foundation en ontvang je een What Love aanvoerdersband. Best wel ludieke actie. Werkt zoiets? Werkt zoiets, denk je? Het brengt het in ieder geval in beeld, dat wel. Ja. Of het nou een heel goed effect zou hebben, dat weet ik niet. Maar het maakt wel duidelijk dat er grote verandering eigenlijk is in de acceptatie en nou ja, hoe mensen ermee omgaan. Ja, maar wat moet er dan volgens jullie nog meer gaan gebeuren om dit geaccepteerd te krijgen als jongeren? Ik denk... Nou ja, zoals wat Miriam ook al zei, je moet het er niet doordrukken. Je moet het kenbaar maken, je moet mensen erover informeren. Je moet, maar je moet niet, je moet het er niet gaan doordrukken. Want dan sta je steeds meer stappen verder van die acceptatie. Omdat mensen willen wel naar je luisteren, maar op het moment dat je het doordrukt, dan voelt het voor hun alsof het moet. En ja. Nou, volgens mij kijkt Miriam heel trots, wat wil je nog zeggen? Nou ja, ik ben het natuurlijk helemaal met jou eens. Maar we hebben het natuurlijk steeds over respect. Hè? Dus als iemand om wat voor reden dan ook zo'n band niet wil dragen, vind ik eigenlijk ook dat je daar ook respect voor moet opbrengen. Je mag, het is wel meteen een uitnodiging voor een gesprek. Maar ik vind het wel heel jammer dat zo'n KNVB dan niet zegt van hey, ik respecteer dat jij die keus niet maakt. Maar de rest doet hem wel om. Ja. Blijf dat met dat respect en blijf met elkaar in gesprek gaan. Ja, en ga ook niet boel meteen roepen voor mensen die nog niet zover zijn. Hè? Want iedereen weet, als je uit een islamitische gemeenschap komt, dat je niet, ook al is je mening alles toegedaan, zomaar aan plein publiek even iets anders kan zeggen. Nee. Het is niet even zo gemakkelijk als dat het lijkt. En dat zou voor hun ook een soort van coming out zijn. Bedenk je dat goed? Ja, dus, en dat is misschien te groot op soms. Ja, soms wel. Maar nogmaals, zo'n grote instantie als de KNVB, die kan best zeggen van hey, ik respecteer jouw keus, maar we gaan het wel doen. Ja. Hoe zien jullie dat? Ben je het mee eens met wat Mirjam zegt? Ja, eigenlijk wel. Het is ook gewoon, je moet beide kanten kunnen bekijken. Want natuurlijk is het voor jongeren die uit moeten komen, is lastig. Maar het is ook voor de mensen eromheen lastig. Want het is natuurlijk wel gewoon een grote verandering af en toe. Want als iemand opeens is van, hey, ik wil graag met hij hem aangesproken worden of zij haar. En als het eerst anders was, dan zullen mensen haperen en zullen mensen er meer over na moeten denken. En dan is het ook wel handig als je die personen ruimte geeft om nog de fout te kunnen maken. Ja, niet gelijk afstraffen, maar gewoon met elkaar het oplossen dan. Ja. Ja, duidelijk. Voor de mensen die denken, hey, dat Queer Café, want daar zijn we over begonnen. Daar wil ik een keer heen, hoe kan dat? Wij hebben elke tweede dinsdag van de maand hebben wij om de maand in de Quinnen en om de maand in de bibliotheek. Wanneer wij in de Quinnen zitten, dan is het meer gesloten, een soort van leuk samenkomen. Spelletjes, koken, film kijken, dat soort dingen. En in de bibliotheek hebben wij mensen die hier komen om, om bijvoorbeeld met ons vragen te beantwoorden, daarover te spreken. De dialoog ook aangaan. Ja. Ja, duidelijk. En wanneer is het binnenkort weer? Volgende maand weer. Dan is het in? In de Quinnen. In de Quinnen. Ja. Volgende maand, tweede dinsdag van november hebben we het dan over. Ja. In de Quinnen. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank jullie wel voor jullie openheid allemaal. Dit was 1 op vrijdag voor deze week. Om het nieuws te volgen kun je natuurlijk altijd naar onze website gaan. www.rtv1.nl. Aankomende maandag om 7 uur is 1 op maandag weer.
Volgende week zijn wij er weer met 1 op vrijdag, ook om 7 uur. Morgenavond sluiten we bij RTV 1 de Regenboogweek af vanaf 19:30 live vanuit Borger. Met drag queens, comedy en karaoke. Hopelijk kijk je dan ook mee en anders zie ik je volgende week weer. Tot dan. Hoi hoi.